geen belevenis. Was er geen belevenis? Tijn Gorter mag op toneel komen. Tijn Gorter. Tijn Gorter. Zit hij in de gordijntuin? Hallo. Hoi. Dag. Mag je ook daar zitten? En wat wil jij drinken? Water. Water? Maar het speciaal of cola? Of speciaal water? Of spa? Of... Sinaasappelsap. Sinaasappelsap? dat heb je ook een eigen mening. Eén sinaasappelsap. Dat je gewoon, je zegt van deze keus doe je, wil je daar naartoe, wil je daar, wil je naar Frankrijk, wil je naar Spanje, wil je naar Rusland. Wat heb je meegemaakt? Een aantal optredens met me, ja, de bands waar ik in zit. Ja, in wat voor band zit je? Ik zit in één popband en één, ja, Latin-achtige band. Oh ja, en hoe heet die popband? Die heet Joyride en de andere die heeft geen naam. Maar het komt nog. Ja, dat zal nog wel komen. Maar het hoeft niet. Nee. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. We moeten een band een naam hebben. Het is misschien wat overzichtelijker als geen enkele band meer een naam heeft. Maar de band zonder naam. Je hebt ook een zangeres zonder naam, dus dat kan wel. Maar, en wat doe je dan in de band? Ik ben drummer. Je bent drummer? Ja. En op welke leeftijd begon je met drummen? Zeven. En hoe oud ben je nu dan? 14. Dus je bent al 7 jaar. En heb je ook toekomstplannen in die richting om, ja, om beroepsdrummer te worden, echt? Ja. Want, en naar welke band gaat je oog? Gaan je ogen? Gaat je, ja, dat is nog niet echt zeker. Nee. Moet je even afwachten. Ja. En wat voor soort muziek speel je? Nou, het gaat van pop tot jazz en zo. Dus. Ja, ook best jazz. Breed. Ja? Welke nummers dan? Welke jazznummers? Nou, Jimmy Callum, als je die kent. Ja, dat is een fantastische zanger. Een Britse zanger. Echt een fantastische jazzzanger. Nou, in Nederland heb je, weet je ook weer in Nederland? Die jazzzanger in Nederland? Wouter Hamel. Of vind je die niet goed? Ken ik niet. Oh. Nou, dat is ook een goede jazzzanger. Maar welke jazzzanger ken je in Nederland dan? Nee, maar misschien die Jimmy Callum, die is ook pop en jazz door elkaar ook. Hè? Die, ja, verstaat alle soorten muziek, weet hij, naar voren te brengen. Zoals wij hier Benjamin Herman hebben als saxofonist. Een hele goede saxofonist. Nee, ken ik. Benjamin Herman is ook heel bekend ook, hoor. Maar, en je blijft, je wil in de drumsector blijven? Ja, ik speel ook piano. Dus. Oh, je speelt ook piano. Ja. Wat voor muziek, wat voor pianomuziek? Ja, ik ben nog in de beginfase, dus dat is nog niet echt... Wat zou je dan hier nog niet willen doen? Wat hebben we hier, een piano? Dat kan wel. Ja, kan het wel. Ja. Wat zou je dan willen spelen? Ik kan, ja, boardwalk blues improvisatie. Ah, oh, dan doen we dat toch. Gaan we even naar de piano kijken of hij beschikbaar is. Kost even tijd. Want waar is hij? Net was hij er nog. Gijs, die komt even achter. Ja. Dat is nou leuk van zo'n theater. Hè? Dat heb je bij normale cabaretvoorstelling niet. Dan doen ze, nou, die piano is helemaal niet besteld. Die komt er helemaal niet. En bij ons komt alles. Maar we toch een allround technicus hebben. Die gewoon weet dat er af en toe onverwachte dingen gebeuren. Gaat dat weg. Wordt de zaal even ontruimd. Kijk, gaat dit opzij. Alles kan bij ons, zie je. Ja, dat is toch leuk, 30 december. En we maken ons helemaal niet druk dat het uitloopt, toch? Dat is helemaal niet erg. Dat maakt het helemaal niet uit. Het is gewoon... En heb je als piano op toneel gespeeld? Nee. Dus is het een debuut? Ja. Kijk, daar komt hij al. Zie je, dan kunnen we samen kunnen kijken. Het is toch wel... Dat maak je nergens mee. Over de hele wereld maak je dit niet mee. Dat is echt Betty Asphalt. Dat was vroeger een onderduikadres, dit. Dus het heeft ook nog de sfeer van alles kan. Ja, wat leuk. Kijk, kan je een piano krukje ook? En hoe was je naam? Tijn Gorter. Tijn Gorter. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor Tijn Gorter! Thank you.
nieuwe jaar komt eraan. En daarmee gaan we nou, bedankt, het is hartstikke leuk. Dat smaakt naar meer, hè? Ja. Ja. Mag twee cadeautjes. Ja. Kijk, ja. Nee. Ja, dokter zegt de piano weghalen. Dus dat doet het. Ik, nee, dat kan gewoon laten staan. Want hij is nu erkend als piano door het publiek. En als je hem dan weghaalt, dan zeggen ze... Nou, vind ik toch wel jammer dat hij nou weer weg is. Zo, dus moet je laten staan. Dit waren belevenissen. Nou, wat leuk, wat een mooie belevenissen.